Hallo, vandaag gaan wij kijken met LEGO Dimensions naar een nieuw fun pack. Wonder Woman met haar Invisible Jet. Drie verschillende dingen zoals je gewend bent. De Invisible Jet, de Stealth Laser Shooter en de Torpedo Bomber. We gaan kijken wat er in de doos zit. Even kijken, hoe gaat die open? Hier gaat die open. Daar hebben we het. Doos is leeg, dus kan... weg. De handleiding. Nou, we zien dat het een keer, het is voor de verandering, één zakje in plaats van twee verschillende zakjes. Dus dat is redelijk bijzonder. Het lijkt net alsof hij leeg is, maar het is natuurlijk een invisible jet. Dus zijn het allemaal doorzichtige stukjes. Ik ga hem zo meteen in elkaar zetten. Wij gaan hier zien hoe het poppetje in elkaar moet. Kan nu ook weg. En als ik hem in elkaar heb gezet, laat ik hem natuurlijk weer even zien. Heb je trouwens nog vragen die je beantwoord wil zien? Laat ze gewoon even in de comments achter en dan kom ik er gewoon op terug. Tot zometeen. Zo, hier zien we er dan. Wonder Woman met haar onzichtbare jet. We zien hier Wonder Woman. Ze heeft lang haar, ze heeft een lasso vast en ze heeft haar ouderwetse outfit aan van vroeger, van de televisieserie. En als we dit loshalen, dan zien we dat zij ook nog een ander gezichtje heeft waar ze je heel boos mee aankijkt. Nou, even weer terug naar de voorkant. Haar er weer op. En dan kunnen we kijken naar haar onzichtbare jet. Zoals die ziet, is die een beetje moeilijk te zien. Hij is namelijk onzichtbaar. Maar ik hou je natuurlijk gewoon voor de gek. Er is een echte onzichtbare jet. Die hebben we hier. En ik zal hem voor je op de basis zetten. Dan kunnen we hem misschien wat beter gaan bekijken. Hier zien we hem. Zelfs als je hem wel echt ziet, is hij een beetje moeilijk te zien. Want hij is van doorzichtig plastic gemaakt. Als je deze gaat bouwen, let dan heel goed op dat je geen stukjes laat vallen. Want als je ze laat vallen, kan het best lastig zijn om ze weer terug te vinden op de grond. Nou, wat moet je dan doen om naar de andere versies hiervan te gaan? Naar de Stealth Laser Shooter en de Torpedo Bomber. Dan moet je in het spel gouden Lego blokjes hebben gevonden, een heleboel geld hebben verzameld en dan kan je dit vliegtuigje upgraden naar een ander, naar een hoger niveau. En je hebt 10 punten nodig om naar de tweede versie te gaan en je hebt dan nog eens 10 punten nodig om naar de derde versie te gaan. Dus zorg ervoor dat als je in het spel de gouden muntjes vindt, dat je ze ook echt pakt en dat je de moeite doet om ze te verzamelen. En zorg ook voor dat je alles breekt wat je in het spel tegenkomt, want dan heb je extra geld en dan kan je meer upgrades doen. Vond je dit filmpje leuk? Vond je het handige tips? Abonneer je op mijn kanaal, geef het een like en kijk zometeen nog even naar de highlights van Wonder Woman die ik hier achteraan plak. En tot de volgende keer!